en bovenal van de kaasgezelschap. Dag, hallo Sinterklaas. Mooi dat u er bent. Ja, het was inderdaad weer een heel spektakel om hier te komen. Maar zoals ieder jaar ben ik altijd weer blij dat ik gelijk met de stoomtrein hier naar Haaksbergen kan. Want echt, de kinderen uit Haaksbergen die maken echt voor mij de mooiste tekeningen en die zingen de mooiste liedjes. Dat is toch wel een compliment naar jullie jongens en meisjes. Hallo allemaal. Op een box, op een handje. Bosgoed. Ja, goed zo. Hallo allemaal. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn met ze. Wat gezellig. Wat gezellig. Goed, dankjewel. Hallo. Hallo. Lekker onderuit gezet. Hallo. Gaat het goed met jou? Lekker dan. Terug te zijn. Ja, het weer in Spanje is natuurlijk wel wat beter, maar ja, we zijn natuurlijk hartstikke blij. Dan maakt het weer helemaal niks uit. Dus lekker de kinderen blij maken, daar gaat het om. En hoe was de reis met de stoomboot dit jaar? Ja, het was wel spannend, want Sinterklaas zei dat we helemaal niet naar Gorinchem gingen. Dus het was wel even paniek aan boord bij een aantal fietsen. Maar gelukkig kon het met Sinterklaas natuurlijk helemaal goed. Ik vind het geweldig. Kijk, we willen er wel wat uit. En hoe lief de kinderen ook allemaal dank en wel zeggen. Ja, is heel leuk. Wie ben jij? Ik ben Nova. En Nova, je lijkt op Sinterklaas. Ja, ik ben verkleed. Je bent verkleed? Ja. Waarom doe je dat? Omdat het leuk is en Sinterklaas vandaag in de bos gekomen. In Gorinchem. En heb je thuis nog meer verkleed geleerd? Ja, veel meer. Ik heb de zes kleren verkleed. Ik heb Pieter verkleed. Heel veel. En nou ben je Sinterklaas. Doe je dan nog een beetje? Wil je dat ook zeggen? Nee. Die meisje? Hallo. Ik ben Elena. En dit is? Helena. En kunnen jullie Sinterklaas liedje zingen? Ja. Ja? Wat is horen? Sinds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. En heb je Sinterklaas ook al een handje gegeven? Nee. 10 op tv. Het grote boek was kwijt. Ja, en dat is toch een andere televisie, hè? Wat was er van de hand met de stoomtrein? De kolen zijn op. En zijn ze nu nog steeds op? Wie heeft ze gevonden? De? Mevrouw. Ja, en welke mevrouw was dat hier? Ja, heel spannend allemaal, hè? Hij is zo lekker aan het snoepen, is hij veel drukker mee dan met wat anders, hè? Heb je ook nog een vraag voor Sinterklaas? Ik
Het is fantastisch. En heb je gezien hoe druk het is? De zon die schijnt. Hoe mooi is dat? Haaksberg, helemaal top dat jullie er zijn. En pepernoten genoeg. Nou, Sinterklaas, welkom, welkom in Haaksbergen. Alle kinderen waren blij. Hebt u dat gezien? Ja, dat is altijd een feest om hier in Haaksbergen aan te komen met al die kinderen. Die zijn heel blij, maar ook papa's en mama's, opa's en oma's volgens mij. Iedereen staat te stralen. En ondanks het slechte weer, als je ziet hoeveel mensen er stonden. Ik vind het altijd geweldig om gelijk naar Haaksbergen te komen. En u komt dan met de trein, maar dat was dit jaar wel extra spannend, hè? Ja, ik heb gezien dat ze het met twee emmertjes kolen moesten doen. En dat vond ik ook. Ik denk, nou, als dat maar goed gaat. En dan kwamen we onderweg naar stil te staan. Maar, nou ja, het ging allemaal net goed. Maar misschien is het een idee. Sinterklaas. Ah, dat is de Bradman. Oh, Sinterklaas, u bent gelukkig. U bent wel gekomen. Ja, dat was wel... Ja, sorry nog van kolen, Sint. Ja, maar ik snap dat jij dat ook nodig had. Hè? Ja, ik had wel kolen, maar ze hebben wat opgehaald. En gelukkig bent u met al die kolen toch nog kunnen komen, ja. Want ik was wel een beetje, ik schaam wel een beetje. Ja, goed. Maar misschien moeten ze er zo over nadenken of ze hier niet een trein op zout kunnen laten rijden. Want zout hebben ze genoeg hier, heb ik gehoord. Zout? Genoeg? Oh, dat is wel een idee. Ja, wat een innovatieve Sint. Lijkt mij een heel goed plan. Geweldig. Ik mag u dit brood aanbieden. Dit is een pepernotenbrood. Een decent pepernotenbrood. Een Bradman recept. Speciaal voor u. En gelukkig dat het goed is gegaan met kolen. Ja, nee, sorry, dat is helemaal goed, Bradman. En ik ken jou wel al langer dan vandaag natuurlijk. Want je bent nu al Bradman, maar ik kan me nog herinneren, Martin, hè, het kleine boefje. Die. En later ook de hulps, Piet. Ja. Dat is geweldig. Dus ik weet dat het... Ik heb het met liefde gebakken. Dat weet ik, dat weet ik. Dankjewel. Ik heb alvast wat opengezet. Ja, ik ga hem zo proeven. Ja? Ga hem zo proeven. Zal ik hem even meenemen? Ja, neem hem even mee. Zet ik hem neer. Dan kom ik zo... Sinterklaas, fijn dat u er bent. Dankjewel Sinterklaas dat u ook nog even met de razende reporter van Stand.net wilde spreken. Ik ga u heel erg veel plezier wensen in Haaksbergen. En jongens, jullie weten het hè. Je mag je schoen zetten van Sinterklaas dit jaar. Maar wat hij nou bedoelde met een trein op zout laten rijden...